In welk jaar begon de Tweede Wereldoorlog? 1792. Die Adolf Hitler met zijn kleine snorretje. Ja, die homo. Ja. Wat weet je van Anne Frank? Geen is een osso. Ze was daarachter, in zijn kast. Daar leefde ze. Ze ging elke dag schrijven. De Tweede Wereldoorlog, het is best wel in het nieuws deze week. En volgens mij is het ook best wel belangrijk, vooral dat jongeren hiervan op de hoogte zijn. Want de generatie die het heeft meegemaakt, die bestaat straks niet meer. Hallo, hallo meiden. Hoe is je dag allereerst? Ja, goed. Ja? Net zei je wat anders. Ja. Vertel even. Ja, we willen een tas kopen, maar het is een beetje duur. En wat voor tas wil je kopen? Ik wil een Louis tas. Ben je er zo heen? Ja. En over wat voor prijskaartje hebben we het? 1400 euro. Goedemorgen. Wat weten we van de Tweede Wereldoorlog? Even een bruggetje. Ik weet er niet zoveel vanaf eigenlijk. Ja, ik ook niet. Ik weet er echt heel weinig van. Hoe kan dat? Ik ben altijd slecht geweest in geschiedenis op school. Wat weet jij van de Tweede Wereldoorlog? Nou, dat het in 1939 net is begonnen. Tik hem aan. Ja. Scherp. En dat het in 1945 is afgelopen. Wat speelt er deze week allemaal rondom de Tweede Wereldoorlog? Nou, het allerbelangrijkste deze week is dat er herdacht wordt dat Auschwitz 75 jaar geleden bevrijd is. Het grote vernietigingskamp waar ook ruim 100.000 Nederlanders om het leven zijn gekomen. Waarom herdenken we eigenlijk? Zou je dat kunnen uitleggen aan de kijkers? Waarom is dit zo belangrijk? Nou, uiteindelijk willen we hiermee natuurlijk vooral de mensen eren die er niet meer zijn. Hè? Alle de miljoenen mensen die overleden zijn in de Tweede Wereldoorlog. Het zij op het slagveld, het zij in de kampen. Het idee is natuurlijk ook dat je hiermee probeert de boodschap over te brengen dat we het niet nog een keer zo moeten doen. Dat we het nooit vergeten? Nou, wel wat meer. Niet alleen maar nooit vergeten, maar ook zelf niet meer de fouten van toen maken. Nou meneer, we maken een item met jongeren. Vandaar dat ik u even aanspreek. Ja. Een jonge god natuurlijk. Een jonge god? Maar hoe belangrijk is het dat we herdenken? Kunt u dat uitleggen? Hoe belangrijk het is, de oorlog moet altijd herdacht worden. Waarom? Aan die miljoenen mensen die dood zijn gegaan. Ja. Ook nu nog. Nu nog mensen dood voor de Jan Lul op Zolons gezicht. Ja, maar heeft niet zo heel veel meer met de Tweede Wereldoorlog te maken, denk ik. Nou, toch wel een knul. Oh? Als je kijkt wat er allemaal gebeurt in de wereld. Als je nou kijkt wat er gebeurt op straat. Als je tegen iemand aanloopt, dan moet je eigenlijk kijken of hij geen mes bij hem heeft of een pistool. Eén, maar niet twee. Als je kijkt nou op straat, mensen. Wat doen ze tegenwoordig? Alleen met kemen? Oké. En niet naar de oorlog kijken. Nou, proberen wij hier bij jongeren te kijken van, joh, wat weten jullie van de oorlog? Denkt u dat ze veel weten of juist niet zoveel? Nee, dat weten niet veel. Pak er maar 10, 8 weten niks. Quizje? Hou je van een quizje? Nou, laten we proberen. Is het okay. Nee, het is geen meerkeuze. In welk jaar begon de Tweede Wereldoorlog? 1839. Nou, een eeuw later. Zo. 1792. Dat is een eeuw terug. Beantwoord jij. 1763. Nee, wacht even. Je zegt 1839 en dan zeg ik een eeuw later. Ja, dat is toch een eeuw later? Een eeuw later is iemand voor. Bruimond. Welk jaar begon de Tweede Wereldoorlog? 1940. Is het. Oh nee. 1939. 1939 tot 1945. Helemaal goed. In welk jaar begon de Tweede Wereldoorlog? 1912 of zo. Kijk wat je zegt, bro. Vakka met jou. Nee, bro. 1978 of zo. Oh, dik. Even goed. Nee, wat wil je lullen nu? Nee, allebei fout. In welk land staat Auschwitz? Polen. Duitsland, toch? Dus niet. Au. Polen. Polen. Hoe werd het Rijk van Hitler ook wel genoemd? Nazi's toch? Nou, het heeft iets met rijk. Het woord rijk zit in het woord. Rijkdom. Pardon? Hoe wordt het rijk van Hitler ook wel genoemd? Zijn rijk, zijn imperium. Auschwitz? Nee, dat is een andere. Op welke bevolkingsgroep hadden de Duitsers het vooral gemunt? De Joden was dat, toch? Zeker? Nee, nou niet meer. Ik twijfelde jou. Nee, is goed hè. Ik weet echt niet, ik zeg eerlijk. Ik weet echt niet. Achter welke mensen gingen ze nou aan? Joden of zo toch? Ja, de Joden. In welk jaar begon de Tweede Wereldoorlog? In 1940. Nee, eerder zelfs. 1937. Allebei fout? Nee, waarom? Nee, omdat het niet waar is. Waarom niet? 1939. Nee, ik heb een documentaire gezien. Je hoeft mij niks te vertellen. Volgens mij heeft u het fout hoor. Ik heb het niet fout. Dan is je documentaire fout. Nou, hallo. Stel jezelf even voor. Ik ben Mohammed. Ja. Ik kom van Overschie, je weet toch?
5, 3, 5. En van waar deze outfit? Huh? Van waar deze outfit? Gewoon, ik wil niet herkend worden op beeld. Waarom? Gewoon, man, hoeft niet. Leuk dat je ons wel te woord wil staan. Ja, wat weet jij van de Tweede Wereldoorlog? Ik weet eigenlijk geen hele moer van, man. Wat ik weet. Weet je wel wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog? Nee, maar eigenlijk voor Rotterdam werd gebombardeerd, toch? Ja? Alleen, die weet ik, man. Weet je wel wie de leider was van de Duitsers? Ja, toch, die Adolf Hitler met zijn kleine snorretje. Ja, die homo. Ja, die k***jood. Nou ja, hij was tegen de Joden. Ja, hij is flikker, joh. Ze hadden het gemunt op Joden, de Duitsers. Ja? Ja, dat wist je wel, toch? Ja, een beetje, hoor. Die Joden met de Anne Frank en zo, die weet ik wel nog. Juist. Ja, toch. Wat weet je van Anne Frank? Ze is een osso. Ze was daarachter, in zijn kast. Daar leefde ze. Ze ging elke dag schrijven. Hey, even nu zonder dolle. Ja. Het hele jaar staat een beetje in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Ben jij daarmee bezig als jonge meid zijnde? Nee, op dit moment niet echt. Maar als je dan dingen op tv hoort, dan denk je er wel even over na, zeg maar. Vind je het belangrijk om erbij stil te staan? En waarom? Ja, dat wel. Het moet natuurlijk niet nog een keer gaan gebeuren. Nee, dat is het een beetje. Hè? Ja. Dat vind ik zelf ook. Dat jongeren moeten... weten wat er toen is gebeurd, want ja. Jongeren moeten later de wereld leiden en dan gaat het misschien nooit meer gebeuren. Ja, precies. Maar wat je zegt, het moet niet nog een keer gebeuren, dus ik vind het wel belangrijk als er bij stil wordt gestaan. Mij maakt eigenlijk echt niet uit. Ik ben in Nederland, gebeurt hier niet echt meer iets, weet je toch? Mm-hmm. Voor mij is het niet zo vroeger, weet je toch, als een beetje kaka, maar nu, weet je toch? Ja, we leven in een andere tijd, man. 4, 5 mei, ben je dan bezig met de Tweede Wereldoorlog? Nee, ik zeg eerlijk, nee, man. Hoezo niet? Gewoon die dingen, ja. Ik ben niet bezig met dat, man. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn hier in Nederland. Sta je daarbij stil? Vind je het belangrijk? Kijk, ik zeg gewoon eerlijk. Het boeit me geen ene moer, weet je toch? Nou, jij gaf de beste antwoorden. 1763. Dus van mij mag je de afsluiting doen. Mag ik even mag ik even pakken? Ja. Abonneer op de Telegraaf. Like en comment. Als heb je 2 jaar ongeluk. En dat wil ik even zeggen. Bedankt voor het kijken. En fijne dag allemaal. En we zijn hier gewoon op de lijnbaan. We zijn hier gewoon in Rotterdam. De camera staat. Mag ik hem nu terug? Tuurlijk. Boxman. Dankjewel, man. Rustig. Later. Doei.